De boekenbeurs is voor de 75ste keer begonnen. Onze reporter voor één dag was erbij en zocht naar schrijvers van Borgerhout. Schrijvers die in Borgerhout wonen. Wel, ik ben zelf geboren in Borgerhout, dus ik zou zeggen mezelf. Geert Bullens. Ik denk dat Tom Nagels in Borgerhout woont. Uiteraard, Anne Provoost, bijvoorbeeld. Dat is wel een moeilijke vraag. Ik ken weinig schrijvers sowieso die ergens wonen. Kom dan wat? No idea. Ik ken er één en dat is Tom Nagels, denk ik. Er zijn heel veel schrijvers die in Borgerhout wonen. Hè. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Bart Moejaert. Wie in Borgerhout woont, bij mij weten, is Anne Provoost. Niet het minste idee. Wie moet ik kennen die in Borgerhout woont? Maar kennen ze eigenlijk wel de belangrijkste schrijver aller tijden van Borgerhout? Ach ja! Conscience. Is Conscience van Borgerhout? Ik wist het niet, maar ik had het nooit meer vergeten. Hendrik. Kom. Hendrik Conscience. Jij bedoelt misschien Hendrik Conscience. Zeker, dat is Hendrik Conscience. Ja, hij leerde Conscience. Conscience. Is hij van Borgerhout? Dat wist ik niet. Was hij van Borgerhout? Echt? Ja, tuurlijk, dan kennen we hem wel. Dat is niet waar. Is het echt? Hendrik Conscience? Maar nee. Ik denk dat hij zijn volk heeft leren lezen. Zonder enige twijfel, Hendrik Conscience. Heeft hij in Borgerhout gewoond? Conscience, serieus? Hendrik Conscience, dat is niet raar. Je denkt dat de Leen van Vlaanderen gesitueerd hier ergens in Veurne of omstreken. Maar dat is een... Goh, ik ben Niels, ik ga dus... En dit is dus de boekenbeurs, hè. Ik ga dus echt geweldig door de... Oh, ik zink weg. De grond. Ik ga door de grond. Ah, ah, ah.